Mijn boek gaat over mensen op leeftijd die voor hun stokoude ouders zorgen. Dit najaar stond er een artikel in de wetenschapsbijlage dat meisjes die nu geboren worden wel 100 kunnen worden. 100! Dat betekent dat iemand van 75 zou moeten zorgen voor iemand van 100. Of, ook heel vreselijk, iemand van 50 en voor oma en voor grootje. Dat is verschrikkelijk. Want het is, als je 50 plus bent, dan dat is de leeftijd dat je gaat dromen over je vrijheid. Niet meer hoeven werken. Oogsten wat je gezaaid hebt. En in plaats van leuk op een cruise, moet je iedere dag bellen met je bejaarde ouders, omdat je je zorgen maakt omdat je van ze houdt. Of omdat je je zorgen maakt en voortdurend geconfronteerd wordt met wat er niet goed ging in de relatie. Het kan wel zijn dat je op je 18e het huis uit bent gegaan en denkt, dan ga ik helemaal aan de andere kant van de wereld wonen. Of de andere kant van Nederland. Of desnoods de andere kant van de stad. Om maar niet heel dicht bij mijn ouders te zijn. Om maar niet heel dicht bij mijn familie te zijn. Om eindelijk van die enge zuster af te zijn. En dan worden je ouders hulp beoefend. En dan mag je terug. Of dan moet je weer die afstand overbruggen. Omdat je voor ze moet zorgen. En plotseling moet je je weer met je broers en zusters aaneensluiten. Je moet samen voor die oude ouders zorgen. En als één van de twee overlijdt, dan moet je op de overgebleven partij, en die is niet vrolijk, moet je gaan passen. Want zelfs als het een slecht huwelijk was, die vader, of meestal de vader, die was er toch maar elke dag. En dan is hij er niet meer. Toen mijn vader overleed, heb ik mijn moeder elke dag gebeld. Elke dag, omdat ik vond, in dat huis moet de telefoon gaan. En die gesprekken bereidde ik voor. Want ik wilde dat ze het gevoel had dat ze ook echt een gesprek had gevoerd. Dus we hadden het of over politiek, of ik wist nog wel een vette roddel, en dat vond ze het leukst. Of ik vroeg iets over vroeger. Herinner je nog? En dan had ik uitgezocht over welke periode we het zouden hebben. Zou je kunnen zeggen dat dit boek een handleiding is of een methode is om met die veranderde situatie van het ouder worden van die ouders om te gaan? Ik hoop maar dat mensen er wat aan hebben. Maar wat ik vooral heb gedaan, dat is aan iedereen vragen hoe het gesteld was. Heb je je ouders nog? Hoe oud zijn ze? Hoe zijn ze daartoe? Zijn ze zelfstandig? Of moet jij voor ze zorgen? Zijn ze nog helder? Zijn ze dement? Dit ook in het enkelvoud, als er nog maar eentje over is. Want nog even tussendoor, je bent echt ook op stap gegaan, hè? Om overal naar verschillende situaties te kijken, waarin die mantelzorger wel of niet is, oude mensen op verschillende manieren wonen. Ik ben overal geweest. Ik ben in verpleeghuizen geweest, ik ben bij mensen thuis geweest. Ik heb gezien, iemand vertelde, mijn oma woont bij ons in het schuurtje. Ik heb dat schuurtje gezien. En, letterlijk in een schuurtje? Ja, zo'n aanbouwseltje in een nieuwbouwwijk. Dat is een schuurtje. En het toevluchtsoord voor echtgenoten. En daar zit oma dus. Maar dat hebben ze heel liefdevol aangekleed, hoor. Dat is een bijna 100-jarige vrouw. En die doet het heel goed. Dat wordt een heel leuk. Die heeft een hele mooie levensavond. Maar ik heb ook vreselijke verhalen gehoord. En ik heb. Wat ik graag wil, is dat mensen het lezen en dat ze zichzelf ontmoeten. Dat ze dus zien, hey, mijn verhaal staat er ook in. Want op een gegeven moment, dan heb je zoveel gehoord, dan komen verhalen terug. En dat is meestal het moment dat ik weet, nou heb ik werkelijk greep op het onderwerp. Nu weet ik alles. Bijna alles. Wat mij de grootste worsteling lijkt, is toegeven dat het zo moeilijk is. Zowel het ouder worden, hè, dat het zo meedogenloos is, en tegelijkertijd dat zorgen voor die oude mensen zo verschrikkelijk moeilijk is. Ja,
Ik heb het boek de titel meegegeven, Wees blij dat je ze nog hebt. Dat is wat je te horen krijgt. Maar ik zeg wel eens tegen mensen, leven je ouders nog? En dan zeggen ze, nee, ik heb mijn ouders niet meer. En dan zeg ik, fijn hè? En dan krijg je een geschrokken blik en meestal een bevestiging. Want ook als je van ze hield, je moet voortdurend toezien en je kunt zo weinig invloed uitoefenen. Heel veel ouders zijn erg eigenwijs. Doen zo ontzettend hun best om zelfstandig te blijven. Daar kom je niet tussen. Ze zijn niet gehoorzaam. Want ze zijn al heel lang niet gecorrigeerd. En ze nemen echt niet van jou aan dat ze naar buiten moeten. Dat ze lichaamsbeweging moeten nemen. Ze gaan echt niet van die snotaap van 65 aannemen. Dat ze hun leven een beetje anders moeten inrichten. Dat ze de verkeerde dingen eten. Is er een grote lijn in wat jij tegenkwam op jouw zoektocht? Ja, er is een lijn. Dementie is het ergste als het net begint. Als het proces net begint. Oude mensen die helder blijven, kun je nog heel lang mee overleggen. Daar kan je nog mee samenwerken, min of meer. Als de dementie intreedt, treedt de angst ook in. En heel lang probeert iemand die het noorden kwijt is, te verbloemen dat het geval is. En daar kom je op een hele harde, nare manier achter, dat het niet in orde is. Afgezien van dat je je doodschrikt. Mijn moeder, die altijd zo sterk was. Beginnende dementerende oude mensen gaan heel lelijk doen. Omdat ze hun greep op de wereld kwijt zijn. Denken ze door geducht te doen, door flink van zich te laten horen, door sterke meningen uit te serveren, dat het nog wat lijkt. Maar het is verhullen hoe de situatie in werkelijkheid is. Waarom werd het dit boek? Werd het dit boek misschien wel omdat jij van mening bent dat het een onderbelicht maatschappelijk iets is? Weet je, ik kan alleen maar achteruit voorspellen. Als ik iets gedaan heb en ik kijk erop terug, dan zie ik die bloedrode lijn. Maar als ik voor me uitkijk, zie ik helemaal niks. Ik denk dat ik dat met andere mensen gemeen heb, dat ik daar niet bijzonder in ben. Nu het boek bijna af is, terwijl ik deze woorden spreek, is het bijna af. Weet ik dat het te maken heeft met levensfasen. Toen ik in de 30 was, schreef ik ontzettend veel over de liefde en alles wat er verkeerd kan gaan. Omdat ik, dat was wat ik hoorde om me heen en dat was wat ik ook zelf meemaakte en in ieder geval vond dat ik wat over moest zeggen. Met dit boek ben ik erachter gekomen dat het heel erg, dat heel veel mensen hiermee bezig zijn. Ik heb het in feite achter de rug, want mijn ouders leven niet meer. Maar ik zie het wel om me heen natuurlijk. En ineens ging ik dat boek schrijven. En nu denk ik, ja, goed idee, Yvonne. Maar dat is achteraf. Nou ja, als je die mensen die figureren in jouw boek, als je goed naar ze luistert, dan zou je er ook bijvoorbeeld allerlei maatschappelijke conclusies uit kunnen trekken. Doe eens. Onmiddellijk stoppen met bezuinigen, onmiddellijke 50-plus opa-partijen gaan stemmen, je organiseren, denk in collectieve, centraal hulp inkopen, noem maar. Strategieën bedoel ik eigenlijk te zeggen om voor jezelf het leven te verlichten wanneer je in die omstandigheden komt. Het is in Nederland, is dat al niet heel erg goed gesteld met de zorg voor oude mensen, maar het wordt nog slechter. En daar werkt deze regering die we nu hebben, werkt daar heel hard aan mee om dat ontzettend uit de hand te laten lopen. Door zorgcentra te sluiten, alleen verpleeghuizen blijven overeind. Daar komen alleen maar echt
aangereden wild komt daar binnen. Als je nog maar iets kan, moet je zelfstandig zijn, blijven. En de gevaarlijkste plek voor oude mensen is thuis. Daar heb je drempels, daar heb je gasstellen. Daar heb je geen beveiliging. Daar heb je apparaten waar je echt kwaad mee kunt. En dat gaat dus ook fout lopen. En misschien dan pas komt er een nieuw beleid. Maar wat er nu is, is een oerwoud aan afkortingen. Het alfabet in iedere willekeurige volgorde verwijst naar een instelling die controleert wat een andere instelling aan het doen is. En daar heb je dan weer overkoepelende organisaties. En dit alles kost werkelijk grote zakken met geld. En er blijft niets over voor de zorg. Mensen willen wel. Er zijn zorgcentra. Er zijn bureaus die zorg willen leveren. Speciaal voor ouderen. Alles zouden kunnen. Maar om daadwerkelijk aan de slag te mogen, moeten ze een nummer aanvragen, moeten ze gecontroleerd worden, moeten ze aan protocollen voldoen. Als ze dat hebben, dan is er al heel veel geld op. Dan moeten ze, kunnen ze alleen maar op een bepaalde manier aan het werk. Dus kun je nog alleen maar de allergoedkoopste krachten inhuren. En dat is een van de schrijnendste dingen. De verpleeghuizen worden bevolkt door heel veel Caribische vrouwen die in hun eentje voor hun gezin zorgen, man allang weg, en twee banen erop na moeten houden, willen ze ook maar iets kunnen doen met dat gezin. Ze leven in grote armoede. Dus doordat ze twee banen hebben, kunnen ze geen van beide banen echt goed doen. Ze zijn slecht opgeleid, ze zijn oververmoeid, ze zijn overbelast en dan hebben ze thuis ook nog eens beroerd. Dat zorgt voor hun eigen ouders en die van ons. Het andere horrorscenario is dat iedereen zijn schuur en zijn achtertuin gaat verbouwen en zijn ouders weer een soort van in huis neemt. Dat moet toch ook verschrikkelijke gevolgen hebben als je daarover nadenkt. Dat is heel vreselijk voor de kinderen en dat is heel vreselijk voor de bejaarden. Ouders en kinderen kunnen het best met elkaar overweg als de kinderen nog heel jong zijn en nog alles van de ouders aannemen. En dat is als je een jaar of 11 bent, begint dat al te tanen. En tegen de tijd dat je in de puberteit komt, wil je eigenlijk weg. Probeer je weg te komen, maar dat lukt soms pas als je in de 20 bent. Maar dan moet je ook afstand kunnen nemen van je ouders. Dan blijf je ze aanvaarden op een gepaste afstand. Het is niet goed voor generaties om samen, langdurig samen te wonen. En dan wordt er altijd gezegd, ja, maar in China doen ze het wel. Ze zijn echt niet zo aardig voor hun opa's en oma's, hoor. En in Afrika heb ik het ook heel veel gezien. Het is echt niet zo dat... Het is niet cultuurgebonden, zeg jij. Wel, nee, niemand is goed voor zijn oude ouders. Ze kunnen niet veel. Ze hebben wel... Ze proberen wel gezag af te dwingen. Ze zijn niet meer soepel. Ze zijn heel afhankelijk. En als je van ze houdt, juist als je van ze houdt, kun je ze niet geven wat ze nodig hebben. Rust, ruimte, regelmaat, afleiding. Daar heb je gewoon geen tijd voor. Hoe moet het wel straks? Ik denk dat mijn droom is huizen in de stad of op het dorp, waar kleine groepen ouderen samenwonen met een gemeenschappelijke keuken en huiskamer, eigen terugtrekkamertjes onder begeleiding van iemand, zoals de SOS Kinderdorpen, onder leiding van iemand die dat werk graag doet en die een beetje kan superviseren dat de mensen hun talenten, voor zover ze die hebben, uitbuiten. En dat ze dus de mensen die nog kunnen tuinieren in de tuin, de mensen die nog aardappelen kunnen schillen in de keuken, mensen die nog een beetje kunnen schoonmaken, helpen met de schoonmaak. Oude mensen moeten zo actief mogelijk zijn. En een goede fysiotherapeut die met ze gint. En het mag best een fysiotherapeut in opleiding zijn. Of een stagiaire, dat geeft niet. En dan is er nog iets wat ik heel graag wil. Dat is dat de dokter zijn handen thuis houdt.
Je kunt, als een oud mens niet meer eet, kan je er een zonde in proppen. Niet doen. Als een oud mens een ziekte krijgt waar hij aan doodgaat, laat hem. Op een gegeven moment, het leven wil een uitgang zoeken. Geef daartoe gelegenheid. Natuurlijk wil je, je wilt je ouders niet kwijt. Maar op een dag moet je ze laten gaan. En zeker niet met de behulp van de technologie die we hebben. En die is enorm. Kun je ze eindeloos martelen met nog een kuurtje. Nog een beetje ouder worden. Scheid toch uit. Jij zult op een dag ook oud zijn, hè? Hoe ga jij dat doen? Ik wil naar dat ontzettende leuke zorgcentrum op de Nieuwmarkt. Als dat niet wegbezuinigd is. In Amsterdam. Want daar heb ik... dan misschien al 50 jaar gewoond. Ik ken die buurt, ik vind dat leuk. Ik wil zijn waar mijn voetstappen liggen. Daar wil ik het liefst, als ik niet meer thuis kan wonen, dan ga ik daar uit mezelf naartoe. En als ik dement word, dan wil ik ergens zijn waar andere demente mensen zijn en waar vriendelijke hulpverleners de dingen goed rekenen, ook al zeg ik ze verkeerd. Maar als die plek er niet is, wat dan? Dan zal ik lijden met alle andere mensen die lijden. Ik denk niet dat ik uitverkoren ben om het beter te hebben dan een ander. Dus één ding wat op het ogenblik goed gaat in de zorg om de bejaarden. Dat is dat zorg en wonen wordt nu gescheiden. Dat betekent dat je moet betalen voor een groot... Een grote kamer, een luxe kamer en allerlei luxe spulletjes. Maar de verzorging staat daar los van. Ik ben in huizen geweest, een paar, waar ze 6.000 euro per maand betalen. Er zat dan een vrouw in die de vingers waren vergroeid. Die kon niet haar eigen sinaasappeltje schillen. Maar er was ook niemand die tijd voor haar had. Nee mevrouw, we hebben nog meer te doen. Dus ik ben niet de enige. Of... wat ik van een weggelopen verpleegkundige hoorde. Het zinnetje dat het meest voorkomt in verpleeghuizen is, ik kom zo.